...bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Matthäus 19 van 26 zegt... ...bij de mensen is het onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. We hebben een God, Without Limits. Bij mij in de studio vandaag weer Jacques Brunt. Jacques, van harte welkom bij Without Limits. Fijn dat je er weer bent en ja. dat je je tijd vrij hebt kunnen maken in je drukke agenda. Vandaag gaat het over karakters in de hand van de almachtige God. En uh, de eerste persoon waar we het over gaan hebben is Mozes. We zien hem hier op de achtergrond. En uh, ik geef je graag het woord. Ja, Mozes is een prachtige broeder om te bestuderen. Ja. Er zijn van die mensen die je graag in de toekomst wil ontmoeten. Ja. Nou, Paulus is er een van, maar Mozes staat ook wel op mijn lijstje. Ik vind dat een geweldige persoonlijkheid. En daarom leek het mij goed om daar eens wat op in te zoomen. Ja. En wat uh, de karaktervorming die hij heeft ondergaan, wat wij daarvan kunnen leren. En ik stel voor dat we een stukje lezen uit Deuteronomium, ja. hoofdstuk 34. Ja. Dat gaat over het einde van uh, Mozes' leven. Dat zijn twaalf uh, versen en ik wil vragen Henk of jij die aan ons voor kan lezen. Ja, daar staat. Toen beklom Mozes uit de velden van Moab de berg Nebo, de top van Pisga, die tegenover Jericho ligt. En de heeren lieten hem het gehele land zien, Gilead tot dan toe. Het gehele Naftali, het land van Evraim en Manasse. Het gehele land van Juda tot aan de Achterse zee, het zuiderland en de streek, het dal van Jericho, de palmstad, tot Zoar toe. En de Heere zeiden tot hem: dit is het land dat ik Abraham, Isaac en Jacob onder Ede beloofd heb, met deze woorden. Aan uw nageslacht zal ik het geven. Ik heb het u met uw ogen laten zien, maar Gij zult daarheen niet overtrekken. Toen stierf Mozes, de knecht des Heeren, Alda in het land Moab, volgens des Heeren woord. En hij begroef hem in een dal in het land Moab tegenover Bet Peor. En niemand heeft zijn gaf geweten tot op de huidige dag. Mozes was 120 jaar oud toen hij stierf. Zijn oog was niet verduisterd en zijn kracht was niet geweken. Wow, Wauw, dat is geweldig om te lezen. Ja. En de Israëlieten bewenen Mozes in de velden van Moab 30 dagen lang. Totdat de dagen van de rouwklacht over Mozes ten einde waren. Joshua nu de zoon van Nun, was vol van de geest der wijsheid, want Mozes had zijn handen om hem gelegd. Daarom luisterden de Israëlieten naar hem en deden zoals de Heere Mozes geboden had. Zoals Mozes, die de Heere gekend heeft van aangezicht tot aangezicht, is er in Israël geen profeet meer opgestaan getuigen al de tekenen en wonderen die de Heer hem heeft opgedragen te doen in het land Egypte aan Farao, aan al zijn hovelingen en aan zijn gehele land. En getuigen al het machtsbetoon en al de schrikwekkende grote daden die Mozes ten aanschouwen van geheel Israël gevrocht heeft. Tot zover. En als Jacob maar gelijk met de deur in huis te vallen. Waarom een serie studies over karakters... In de hand van een almachtige God? Nou, ik vind het een heel boeiend onderwerp, uh, na te denken over karaktervorming. En het heeft ook al met mijn eigen leven te maken. Ik kwam in 2000 tot Geloof en Bekering. En uh, nou, toen dacht ik, nou heb ik het lek boven. Hey, ik weet dat mijn zonden vergeven zijn. De geest kwam in mijn wonen. En ik had uitzicht op eeuwig leven, even heel kort samengevat. Ja. Maar ja, toen begon het leven hier op aarde. Um, en dan bedoel ik vooral het leven met uh, medegelovigen, um, het leven in de gemeente. Ja, dan leer je ook wel mensen kennen. En waar je dan tegen aanloopt, en ik denk dat je daar ook wel van kan getuigen, dan loop je ook tegen karakters aan. Ja. Maar laat ik dicht bij mezelf blijven. Je kan in het leven met de Heer ook tegen je eigen karakter aanlopen. Hè? En ons karakter heeft zijn hebbelijkheden en zijn onhebbelijkheden. En ik denk dat de meeste problemen in huwelijken, maar ook in gezinnen. En in het huisgezin van God, in de gemeente van de Heer Jezus, de meeste problemen ontstaan doordat um, karakters niet of weinig gevormd zijn. Kijk, tot geloof komen is één, maar om als discipel te gaan wandelen, is het nodig dat je gevormd wordt in je karakter. Ja. En dat maakt dat het leven uh, meer of minder aangenaam is, ook binnen de gemeente van de Heer Jezus Christus. En ik geloof persoonlijk uh, dat. De Heere God juist ook ons karakter wil vormen, zodat we bruikbaar zijn voor Hem. En als je iets ziet in het leven van Mozes, dan is dat het wel. Maar daar komen we zo nog wel op terug. Ja. Dus karaktervorming vind ik echt heel fundamenteel. Maar dan zouden er kijkers kunnen zijn die zeggen: ja, maar is een karakter wel te vormen? Is dat niet genetisch bepaald? Nou, deels ben ik het daar zeker wel mee eens. Hè? Ik bedoel, um, wij komen ook ergens vandaan. Uit voort zou je kunnen zeggen. Dus ja, je hebt iets van het karakter van je ouders meegekregen. Hè? Dus deels is dat zeker wel genetisch bepaald. Ja. Tegelijkertijd geloof ik wel dat uh, als de Heere God zegt in uh, Genesis 1, vers 26. Kom, laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Dan, dan zie je dat hij uh, ziet dat alles zeer goed was. Ook als het gaat om het, uh, het scheppen van de mens. Nou, er is Genesis 3 natuurlijk gekomen: de zondeval. Maar wat je dan in Romeinen 8, vers 29 ziet, dan zijn we een heel eind verder, dat we tot geloven wedergeboorte zijn gekomen met welk doel? Om aan het beeld van de Zoon gelijkvormig te worden. Met andere woorden, we zijn geschapen naar het beeld van God, dus hij herkende zich in ons. Toen kwam de zondeval, Genesis 3, we maken even grote stappen. Toen zijn we dat beeld kwijtgeraakt. Maar door het werk van de Heer Jezus Christus, zijn kruisdood en opstanding, uh, zie je dat God dat beeld weer terug gaat brengen. Dus deels kan je zeggen, het is genetisch bepaald, maar ik geloof ook dat door het werk van geloof en wedergeboorte, door de inwoning van de Geest, door de werking van de Heilige Geest, wil God ook een proces op gang brengen, dat uiteindelijk ook die hoeken en die haken in ons karakter, om het zo maar even te noemen, als die onder het beheer van de Heilige Geest komen, dan kan Hij dat gaan vormen, zodat ons karakter aangewend kan worden voor de verheerlijking van Zijn naam. Dus deels ben ik het ermee eens, het is genetisch bepaald, maar tegelijkertijd geloof ik ook dat de Heilige Geest een werk kan doen wat boven ons bidden en denken uitgaat. Ja. En dat ons karakter geen belemmering meer is uh, hè, in, in, in het dienen binnen het lichaam, in het dienen in deze wereld. Hè, en dat ons karakter geen blokkade is uh, uh, in de verheerlijking van de Heere God. Ja. En in hoeverre kan dan ons karakter gevormd worden naar het karakter van Jezus? Ja, dat, dat is een spannende. Ik, ik geloof dat dat um, ook te maken heeft met de mate waarin wij ons overgeven. Kijk, als Paulus schrijft in Galater 5, vers 22 over de vrucht van de geest, hmm. dan kan je deze les eruit trekken. Kijk, een vrucht groeit niet op één dag aan een boom. Nee. Een vrucht zet zich. Je hebt de bloesem. Krijg je de vlucht, vrucht, dan krijg je uiteindelijk de oogst. Hè? Dus je ziet daar een proces in. Nou, zo geldt dat ook geestelijk. Als het gaat om de vrucht van de geest, dan geloof ik dat de Heer God door de jaren heen, en bij de een zal dat sneller gaan dan bij de ander, die vrucht van de geest uh, wil openbaren. En ik geloof persoonlijk dat Galaten 5 vers 22 het karakter van Jezus is. In die vrucht van de geest zien we het karakter van de Heer Jezus openbaar worden. Ja. Liefde, geduld, blijdschap. Je kent ze wel, ja. die aspecten. Nou, en ik denk persoonlijk dat, naar de mate dat wij ons openstellen voor de werking van de Heilige Geest. naar die mate zal God ook ons karakter vormen. Met andere woorden, zijn oorspronkelijke plan. kom, laat ons mensen maken naar ons beeld. en naar onze gelijkenis. dat heeft Hij niet losgelaten, om het zo te zeggen. Maar door het geloof in de Heer Jezus Christus. Gaat hij dat beeld weer terugbrengen? Zodat hij in jou en mij, hè, in de kijkers, het beeld van Jezus weer terug gaat zien. Mooi. Hè? Dat hij zichzelf gaat herkennen in zijn kinderen die hier nog op aarde wandelen. Ja. En dan is het wel bepalend in welke mate stellen wij onszelf open voor die vorming. Want dat betekent dat ik ook eerlijk moet worden naar mijn eigen karakter toe. Ja. Hè? En dat ik. Ik heb mijn hebbelijkheden, die heb jij ook. Maar laten we eerlijk zijn, we hebben ook onze onhebbelijkheden. Ik noemde dat net al even. Nou, ben je nou bereid ja. om die onhebbelijkheden te erkennen? Dus je herkent ze en je erkent ze. En je zegt eerlijk tegen de Heere God, ik loop tegen mijn eigen karakter aan. En, en in mijn geval, mijn vrouw loopt tegen die onhebbelijkheden in mijn karakter aan. Of ik merk in het dienen in de gemeente, loopt men tegen die onhebbelijkheden aan. Heer, ik breng ze in het licht bij u. Neemt u die karaktereigenschappen, die, die karaktertrekken, waardoor ik meer kapot maak dan mijn lief is, neem u die in uw hand, in uw almachtige hand, een almachtige God, en, en bewerkt die dusdanig dat ze uiteindelijk geen belemmering meer zijn in de omgang met mijn medemens, in de omgang met mijn medegelovigen, in het dienen van u. Dus ja, dat is ook wel een spannende. Ben ik bereid? Om mijn, mijn, hè, die, die negatieve karaktereigenschappen ook in het licht te brengen. En te zeggen: Heer, neemt ja. u ze in uw almachtige hand. Ja. En vorm mij. Naar uw beeld, naar uw gelijkenis. Ja, prachtig. Ja, mooi. En een uitdaging ook voor jezelf. Ja, hè? klopt, ja. In deze studie hè, zoomen we in dus op het leven van Mozes. Nou, wat kan je zeggen over zijn karakter? Nou, als we. Uh, het leven van Mozes, je hebt niet voor niks Deuteronomium 34 gelezen. Daar lees je in vers 7 dat Mozes uiteindelijk 120 jaar oud is geworden. En uh, je zou die 120 jaar kunnen opsplitsen in drie perioden van 40 jaar. En dat is heel boeiend. En je ziet dat Mozes in elke periode iets heeft geleerd. In de laatste periode, maar daar komen we straks misschien nog wel op, leren we Mozes kennen. Als de meest zachtmoedige man op aarde. Nou, nou zou je kunnen denken, ja, zo is hij eenmaal geboren. Zo was hij gewoon. Nee, aan het begin van zijn leven, in die eerste 40 jaar, leren we hem juist kennen als een man met een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel. Echte lijden, weet je wel, geboren leider. Alleen hij wandelde heel veel vanuit zijn vlees en niet door de geest. Dus je ziet in het leven van Mozes, als je die 120 jaar bestudeert, dan zie je dat hij elke periode iets heeft aangeleerd en iets heeft afgeleerd. En nou praat ik natuurlijk Nieuw Testamentisch. Maar dat hij door dat afleren en dat aanleren meer gelijkvormig is geworden aan het karakter van de Heer Jezus Christus. Dus, dus Mozes heeft door die jaren heen iets geleerd. Dus hij was aan het einde van zijn leven absoluut een andere man als aan het begin van zijn leven. Ja. En dat vind ik het boeiende aan Mozes. En, en juist aan het einde van zijn leven heeft de Heer God hem op een, op een geweldige manier gebruikt. Dus zijn uh, karakter was op een positieve manier gevormd, uiteindelijk. Ja. <laughs> maar als we teruggaan naar die eerste levensfase, uh, kun je daar wat over toelichten? Ja. Nou, ik geloof ja. dat Mozes een heel sterk karakter heeft. Wij spreken vaak over in dat soort termen: iemand heeft een zacht karakter, iemand heeft een. Sterk karakter. Uh, iemand heeft een moeilijk karakter. Nou, ik geloof dat Mozes een hele, een hele sterke persoonlijkheid was en een sterk karakter had. Dus een, een sterke wil. Um, God heeft hem als leider geboren laten worden. Dat vind je misschien vreemd dat ik me zo uitdruk, maar ik geloof dat hij een geboren leider was. Alleen, wat is nou het verschil, Henk? Als ik. Als leider geboren ben met een sterke persoonlijkheid, is dat niet per definitie verkeerd of is dat ook niet per definitie goed? De vraag is, is mijn sterke karakter onderworpen aan de geest van God? Ik geloof dat de Heer juist vandaag sterke karakters kan en wil gebruiken, mits ze hun karakter maar hebben gesteld onder het beheer van de geest van God. Ja, want dan kun je er goede dingen mee doen. Ja. En, en in die eerste 40 jaar leren we Mozes dus kennen als de man met een sterrenkarakter. En ik moet natuurlijk uh, een beetje de tijd in de gaten houden. Maar het is heel boeiend. Kijk, hij, hij komt natuurlijk aan dat heidense hof terecht hè? in Egypte. Dat vind ik al wonderlijk. Want hij leerde de taal van de Egyptenaren. Hij, wilde, hij leerde hun gewoonten. Later moet hij weer terug naar dat hof. Dus God liet hem aan dat hof komen. Dat was allemaal onder zijn toelating. En. In die eerste 40 jaar heeft Mozes alles ontvangen wat zijn hartje begeerde. Hij had rijkdom, hij had luxe. Uh, Egypte was destijds het centrum van de wereldbeschaving. Uh, er waren de beste universiteiten, uh, mooie vrouwen. Hij leefde in luxe en weelde. Dat waren de eerste 40 jaar. Dus de eerste 40 jaar heeft God in het leven van Mozes gebruikt, zeg ik wel eens, om iets te worden. Dat waren de eerste 40 jaar. En we leren hem kennen als een man met een hele uh, uh, sterke persoonlijkheid, niet alleen. Maar Handelingen 7, vers 22 zegt ook: Hij werd een man machtig in woorden en daden. Dus hij is ook intellectueel ontwikkeld. Ja. Nou, ik denk dat wij zouden zeggen na die eerste 40 jaar: Mozes moet oudste worden in de gemeente. Echte leider. <laughs> Daar kan je wat mee. Ja, ja. Hè, maar toen liep hij na 40 jaar vast. Ja. En wat leerde hij dan in de tweede 40 jaar van zijn leven? Ja, nou, je, dan, dan moet je even dit goed onthouden. We lezen op een gegeven moment die geschiedenis dat uh, Mozes die Egypte naar dood sloeg. Ja. Die geschiedenis ken je wel. En uh, hè, er was een opstootje onder de Israëlieten. Dat zag hij, hij greep in. Even heel kort door de bocht. Nou, wat zie je? Dan neemt hij, uh, ja, dan neemt hij uh, het, het, het recht in eigen hand. Daar zie je wel de leider al, hè? Hij zal even orde op zaken stellen. He, doen jullie mijn volksgenoten iets aan? Echt een geboren. Dus dit zit erin, hè? Dus hij, zo treedt hij op. En hij dacht dat niemand het gezien had. Later is er weer een opstootje. En dan zie je dat dat, 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 dat orde op zaken stellen zit erin, hè? Dus dan wilde hij weer... En dan zeggen ze... Hé, hey, jij was toch ook bij dat, dat opstootje... Waar je die Egypte naar doodsloeg. Dat, dat was jij toch? En dan schrikt hij. Ja. Want toen kwam hij tot de ontdekking. Hé, hey, het is opgemerkt. Ja. En vanaf dat moment vlucht hij naar Midian. Gaat hij de woestijn in. Ja. En dan beginnen de tweede veertig jaar. Dus eigenlijk is Mozes gevlucht vanwege zijn eigen handelen. Ja. Hij was ontdekt. Ja. En met alle respect voor Mozes, maar het was een moordenaar. Later heeft God hem. Het is vergeven, het is een vergeven moordenaar. Maar dat maakte dat de tweede, tweede periode van veertig jaar begon. En waar brengt God hem dan? Ja, dat geloof je bijna niet. In de woestijn. En dat vind ik zo wonderlijk. Dan uh, komt hij daar bij een plek waar schaapherders staan. En daar staan de dochters van Jetro. Zijn toekomstige schoonvader. Dat weet hij op dat moment nog niet. En wat ziet hij daar? Die dochters van Jetro zijn daar met hun schapen en ze hebben geen ruimte om te drinken. En dan komt die leider weer naar boven in hem. Dan zou je zeggen: Hij heeft zijn lesje wel geleerd, hij is op de vlucht. En dan zegt hij tegen die meiden: uh, Wat is er aan de hand? Ja, we hebben geen ruimte om met onze schapen te drinken. En wat doet Mozes? Ik zal het gaan regelen voor je. Ja. <laughs> en dan zorgt hij dat die schapen kunnen drinken. Nou, die, 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 die dochters van Jetro zijn natuurlijk helemaal verwonderd. Dus die gaan naar pa terug. En die zeggen: Pa, we hebben nou een man ontmoet. We konden er niet tussenkomen met onze schapen. En die heeft even orde op zaken gesteld. En dan zegt Jethro, ga hem eens halen. Ja. Zodoende komt Mozes bij Jetro uit. Ze hebben iets van een leider in hem gezien. Maar ja, dan begint een moeilijke periode, want dan krijgt hij werk en dan wordt hij in de tweede 40 jaar schaaphedder. En een schaaphedder, ja, daar keken de Egyptenaren op neer. Dat was een, een veracht beroep je even nadenken, over nadenken. 40 jaar gehad om iets te worden. En de tweede 40 jaar ben je op de vlucht. Kom je bij Jetro. En hij zegt: Joh, ik heb nog werk voor je ook. Je kan de schapen gaan hoeden. En dan gaat hij 40 jaar lang met eigen wijze, eigen gereide dieren op pad. En dan zit je alleen in een warme woestijn. Nou, als ergens geduld voor nodig is, is om een kudde schapen te gaan wijden. Maar het was Gods helsplan. Want God stelde hem eerst over een kudde schapen aan. Alvorens hij het volk van Israël ging leiden. Ja. En die eerste 40 jaar heeft God gebruikt om iets te worden. En de tweede 40 jaar gebruikte God om niets te worden. Hm. Mozes was op zijn 80 staan, aan het einde van die tweede periode, een gebroken man aan de binnenkant van zijn leven. En toen kwam die derde periode. Ja. Maar is het dan niet vreemd hè? dat God Mozes pas op zijn 80 levensjaar roept hè, om uh, leider van Israël te worden? Ja. Nou, in ons menselijke ogen is dat vreemd. Want je denkt, ja, dat zijn toch verspeelde jaren. Ja. Maar weet je. Ja, terwijl die leider dus wel in hem zat. Dat zat in hem. Alleen Mozes moest op het punt komen van innerlijke gebrokenheid. Want de kijkers kunnen Exodus 3 en 4 nalezen. En dan roept God Mozes. En dan zegt hij eigenlijk in de taal van 2024, zoek maar een ander. Ik ben helemaal niet geschikt. Ik ben een man van weinig woorden, kan moeilijk praten. Ja. Terwijl Handelingen 7 vers 22 zegt: Hij was een man, machtig in woorden en daden. Maar wat was er gebeurd? Hij was op het punt gekomen van verbrokenheid. En God is het die door gebroken mensen heen kan werken. Mozes stond zichzelf en ere God in de weg. En toen heeft Mozes 40 jaar gebruikt in de omgang met schapen om hem gebrokenheid te leren. En daarom waren die tweede 40 jaar niet verloren. Integendeel. Kijk, God zoekt geen kwantiteit leiders, maar kwaliteit leiders. Ja, precies. Hij ging met Mo Wij hadden gezegd na 40 jaar: dit is een goede leider. Dat wordt een oudste. De Heer ja. zegt: nee, nee, nee. Ja. Ik ga nog 40 jaar met hem en ja. dan laat ik hem fouten maken bij een kudde schapen voordat hij de fouten maakt bij mijn volk. Nou, dat is toch wijs, of niet? Heel wijs. Terugkijkend ja. heeft Mozes dit misschien wel beaamd. Maar toen hij door die tweede, peri tweede periode heen ging. Heeft hij zich misschien wel eens afgevraagd, wat doe ik hier? Maar ik geloof dat dit het principe van het Koninkrijk van God is. Dat God door gebroken mensen heen kan werken. Mm -hmm. Ja, En dan wordt hij klaargestoomd in die 42 jaar voor de laatste periode van zijn leven. Dus van zijn 80ste tot zijn 120ste levensjaar. Ja, ja prachtig. Jacques, in nummer 12 hè, staat een bijzonder getuigenis over Mozes. Uh, kun je daar iets over vertellen? Ja, ik zal het er even bij pakken. Dat is inderdaad een uh, zeer indrukwekkend getuigenis. En uh, dat getuigenis is door de jaren heen ontstaan. We hebben het over karaktervorming. Ik geloof dat dat getuigenis door de jaren heen gevormd is. En je zou het ook zo kunnen weergeven dat Mozes tot geestelijke rijpheid is gekomen. De eerste veertig jaar waren wij misschien van onder de indruk, maar de Heere God niet zozeer. De tweede veertig jaar vond de Heere God noodzakelijk om Mozes innerlijk te bewerken. En dat is veel belangrijker voor de Heer. Veel mensen werken aan hun buitenkant, God werkt allereerst aan de binnenkant. Ja, amen. Je kan er een mooi pak aan hebben, een stropdas om hebben, je kan wel bespraakt zijn, maar dat wil nog niet zeggen dat je echt geestelijk bent. Ja. Maar de Heer wilde hem geestelijk maken. Wat wilde die bewerken? Een geest van zachtmoedigheid. En wat zei de Heer Jezus? Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en je zult rust vinden voor je zielen. Hmm. Wat, zeg jij, wat vroeg jij aan mij? Wat is het getuigenis van Mozes? Nou, lees maar mee in nummer 12, dat staat in vers 3. Maar de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen. Die op de aardbodem waren. Ja. Je zal zeggen: Is dat een dubbelganger van Mozes of zo? Nee, dat is diezelfde Mozes. die die Egypte naar dood sloeg. Dat is diezelfde Mozes. die een gebroken hart en een gebroken geest had ontvangen. Door dat leven in de woestijn, door de omgang met die schapen. Dat is diezelfde Mozes. Maar die is op een punt gekomen dat hij zei: Heere God, ik kan het niet. U moet het door mij heen doen. Ja. En dan ben je het meest bruikbaar voor de Heer. En kijk, Henk, ik, ik word hier enthousiast van, hè? Maar het is geen makkelijk proces. Want als God aan je karakter gaat werken, dan moet je soms wel eens heel... of dan roep je wel eens heel hard, auw. Ja. Want dan raakt hij iets aan dat je zegt, dat wil ik vasthouden. Sterf en... aan je vlees ook. Sterf ja. aan je vlees. Ja. Maar de Heer zegt, je moet er afstand van doen. Maar wat bent u van plan? Ik, ik ga die zachtmoedigheid in jou bewerken. Want ik ga jou gebruiken in mijn koninkrijk op een krachtige manier... Maar daar heb ik wel voor nodig dat je een zachtmoedig man bent. Dat je nederig bent. Ja, maar kan ik dat niet door de theorie leren? Nee, ik ga je in de praktijk oefenen. Ja. En zo oefent hij ons door de theorie, bijbelse principes. Maar Mozes en ook wij worden ook in de praktijk geoefend. Mozes is geoefend, gevormd, geloof het of niet, door een kudde, eigenwijze dieren, door schapen. Ja. En God heeft schapen in zijn leven gebruikt om hem op dit punt te brengen. En wat is zijn getuigenis? Waar we het nog over lezen in 2024. Dat Mozes zeer zachtmoedig was. Meer dan alle mensen die op de aardbodem waren. Ja. Wauw. Nou, en ja, dit. Weet je, Henk? Dit geeft mij ook heel veel hoop. Want ik ben ook werk in uitvoering. Ja. Maar als dit bij zo'n sterkere persoonlijkheid kan plaatsvinden. Deze vorming. Dan kan het ook bij ons plaatsvinden. Dat bedoel ik. Ja. En dan zeg ik: Heer, neem mijn leven maar in uw Almachtige hand. Dat is het thema van deze serie. En vorm mij zodat ik in 2024 nog meer bruikbaar ben als Mozes in zijn dagen. Ja, ja. dat vind ik zo bemoedigend. Ja, mooi. Ja, Jacques, de tijd is alweer bijna om. We hebben nog een minuut of vier. Uh, ik ben al bij de laatste vraag. We hebben prachtige principes met elkaar besproken. Wat zou jij de kijker ter afsluiting nog willen meegeven? Ja, dat is dat de Heere God in ons leven. Op zoek is naar kwaliteit. Ik merk dat vandaag aantallen heel belangrijk zijn op allerlei gebieden. Men kijkt naar aantallen, naar kwantiteit. Maar de Heer wil kwaliteit van geestelijk leven in ons hart bewerken. En wat ik zo bijzonder vind, maar dat zie je niet alleen bij Mozes, dat zie je bij verschillende uh, bijbelse figuren, is dat God je soms in de eenzaamheid neemt, dat hij je apart neemt. Om iets in jouw innerlijk te gaan bewerken. Ja. Mozes werd apart geroepen in de woestijn. 40 jaar lang nam God hem als het ware voor zichzelf in de eenzaamheid. Je ziet dat ook bijvoorbeeld bij een Paulus. Die werd gevangen genomen. En misschien wel de mooiste brieven zijn geschreven of gedicteerd in de gevangenis. De gevangenisbrieven van Paulus. God nam hem in de eenzaamheid en hij gaf openbaring. Daarnaast had hij ook nog een doorn in het vlees. Ook dat He? nog? Misschien had dat ook nog wel mee te maken dat dat zo'n karakter vormde? Absoluut, absoluut. En uh, ik moet ook denken aan uh, Johannes op Patmos. Die was nota boven de negentig. Toen werd hij verbannen. Ja. En de wereld dacht nou eens klaar met uh, Johannes. En hij zat verbannen op Patmos. De Heer nam hem alleen toen kreeg hij de grootste openbaring alle tijden. Toen kreeg hij de grootste openbaring alle tijden. Het ja. was helemaal niet klaar met Johannes. Sterker nog, ja. Ja. hij kreeg zicht op de dingen die haastig moesten geschieden. Met andere woorden, ja. je ziet in de Bijbel dat God mensen apart neemt. En als hij mensen apart neemt, dan heeft hij daar een diep verlangen mee. om hen aan de binnenkant van hun leven te vormen. zodat ze aan de buitenkant dienstbaar kunnen zijn. Als je begrijpt wat ik bedoel. En waar werkt hij dan op aan? Dan werkt hij aan op het punt van gebrokenheid. Ik geloof dat dit een van de dingen is. die vandaag veel geestelijk leiders missen: gebrokenheid, innerlijke gebrokenheid. Dus een week, zacht hart voor God hebben. Ja. Dan ben je bruikbaar. En wat zie je in deze wereld? Gebrokenheid in deze wereld telt niet. Als ik een servies koop voor mijn vrouw. en er zit een gebroken schoteltje in dat servies. Dan gaan wij terug, toch? Ja. Dan zeggen we of ik wil een nieuw schoteltje of ik wil mijn geld terug. Want dit is niet compleet. En ik wil een compleet service hebben. En een incompleet service telt niet voor mij. Geld terug of een nieuw product. Maar weet je, in het koninkrijk van God is gebrokenheid juist de weg waarin God zegen geeft. En Mozes kwam op dat punt van gebrokenheid. En als je dan ziet. Dat hij de laatste veertig jaar, met alle liefde die ik heb voor Israël, het meest eigenwijze volk geleid heeft. En wat hij daarin heeft betekend, het is een geweldige, krachtige leider geworden. Hmm. En tot op de dag van vandaag wordt in Israël, ik kom er elk jaar, over Mozes gesproken. Ja, Mozes, dat is onze leider, Mosje. Daar zijn ze trots op. Die heeft ons uitgeleid uit Egypte. En die heeft ons geleid door de woestijn. Met andere woorden, daar waar wij gebroken van hart zijn en van geest. Zijn we bruikbaar voor de Heere God? Daar waar ons karakter gevormd wordt, zijn we bruikbaar om tot eer van Hem te leven. Ja, Nou, prachtige afsluiting. Jacques, hartelijk dank voor de wijsheid die je met ons gedeeld hebt vanuit het woord. Prachtige studie over Mozes. Duidelijk en helder. Dank je wel. Graag gedaan. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Without Limits. Als u deze aflevering nog een keer wilt zien, dan kan dat. Ga dan naar ons YouTube-kanaal, youtube.com. En daar vindt u honderden Bijbelstudies die u ook zeker zullen bemoedigen. Volgende week zijn we er weer. Graag tot dan bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Tot dan.